De bekerfinale dus, de KNVB-bekerfinale tussen Ajax en PSV. De kampioen van de Benelink is bekend, dat is FC Twente. En deze twee clubs zullen gaan strijden om de KNVB-beker. Het is de zevende ontmoeting ooit tussen Ajax en PSV in het vrouwenvoetbal. En van de voorgaande zes won Ajax er maar één. Over het algemeen heeft Ajax het moeilijk tegen PSV, tegen de manier van voetballen van PSV. Overname van Lunteren en Versteegd. Bakker voor het doel hier. Goed gedraaid door de spits van Ajax. Van Lunteren, die heeft Van Heiligenberg daar gezien. Bij de tweede paal en de eerste grote kans voor Ajax. Van den Heiligenberg en uiteindelijk Christ. Goeie aanval, goede voorzet ook. Op Claudia van den Heiligenberg. Nog steeds Versteegd, prima actie. Bakker en Van Lunteren voor het doel van den Heiligenberg. Tegen een arm, zegt Ajax. Doorgaan, zegt scheidsrechter Peters. Van Lunteren. Oh, lekkere bal, nog net verlengd. Net voordat Bakker in zou kunnen koppen. Goed verdedigd dus, want daar leek de 1-0 van Ajax er toch aan te komen. Op de ring van Hogewoning. Bakker van Lunteren. Mooi gedaan. Mooie beweging van Desiree van Lunteren. Daardoor Versteegd nu met de strakke voorzet. Wat te strak misschien. Nou, uiteindelijk. Middag daar nog nota bene. Ubachs moet terug. Kopkans en van de lijn gehaald. Van de Donk krijgt geen kans om uit te halen. Dan is PSV er dus weer dichtbij. Iets meer dan een half uur. Bakker. En aan de andere kant liggen misschien weer mogelijkheden voor Ajax. Met Van Lunteren. De bal valt precies goed voor Middag. De vrije schietkans valt uit de kluts. Is het buitenspel? Nee. Dan is het 1-0 voor Ajax. Een paar vraagtekens bij PSV of het geen buitenspel is. Het antwoord daarop is dus nee. Versteegd scoort en Ajax leidt. Het schot van Middag. Ja, daar komt die bal bewust gespeeld door Van Vlerken bij Versteegd. En omdat zij die bal speelt is het dus ook sowieso geen buitenspel. Dat is dan geen probleem en zo leidt Ajax bij de rust. Muur op afstand krijgen is nog een heel gedoe voor Peters. Maar als dat is gelukt, is het aan Danielle van der Donk met de vrije trap. Die is hard en die zit erin! 1-1. Danielle van der Donk vlak na rust met de gelijkmaker voor PSV. Hij komt bijna niet over de muur omdat die bal zo dicht op het doel lag. Ja, en als hij niet over de muur kan, dan moet hij er eigenlijk maar dwars doorheen. Goeie vrije trap van der Donk. En het is weer gelijk. Nu maar een variant. Ja, alle ruimte voor Kolen, maar die controleert de bal niet. En nou ligt er weer alle ruimte opeens voor Ajax. Een corner variant die alleen maar een counter oplevert. Dit is niet wat PSV kan gebruiken, maar Ajax heeft de mogelijkheden. En het doelpunt, ja hoor! Het is prachtig uitgespeeld door Ajax. Maar wat geeft PSV dit dan zelf weg? In een fase waarin er maar één ploeg goed voetbalt. Maar het is Ajax dat scoort. De corner, de variant die is bedacht, maar Kolen ziet de bal naar voet doorglippen. En dan is dit wel heel knap en heel snel uitgevoerd. De bal op Van den Heiligenberg. Versteegd meldt zich voor het doel. Van den Heiligenberg ziet, Van den Heiligenberg geeft. Versteegd kopt in en geen kans voor Christ. En Versteegd maakt haar tweede. De bal van Marees. Pils kon daar niet bij. Bakker dus.
Bakker. Bal wordt aangeraakt, valt goed en dan mag hij erin, maar dat gaat hij niet. De vlag blijft omlaag. Dus had deze geteld, dan was het vrijwel natuurlijk een kopie geweest van die eerste. Namelijk een bal waarbij de meerdere denken aan buitenspel. Goed, vlag omlaag, dus mag Versteeg door, maar nu scoort ze niet. Het is afgelopen. Ajax wint de KNVB-beker voor vrouwen. Door een 2-1 zege op PSV in de finale. Het was moeizaam, zeer moeizaam voor de mannen, voor de vrouwen van Ed Engelkes. Maar uiteindelijk pakken ze de eerste prijs in de geschiedenis van de club in het vrouwenvoetbal. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Ajax een prijs in het vrouwenvoetbal. Het is de KNVB-beker 2013-2014. PSV in de finale met 2-1 verslagen. En zo wint Ajax toch nog één KNVB-beker dit seizoen. Na de teleurstelling bij de mannen doen de vrouwen het wel in de finale.